Nou zijn mijn timmertips geen cursus, maar wel een soort opmerking van, oh, je kan het ook zo en je kan het ook zo. Maar er zijn ondertussen heel veel mensen die naar mijn kanaal kijken die nog nooit geklust hebben. En het toch blijkbaar leuk vinden om naar mijn kanaal te kijken. Er kwam er ook een vraag van, ja, ik weet niet eens hoe ik moest schaven. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat als iemand naar mijn kanaal kijkt, dat hij schaaft. En dat hij kan spijkeren en dat hij kan zagen. Ik heb wel timmertips die over schaven gaan, maar dan gaat het over iets speciaals, over schaven. Of ik geef algemene info over de schaaf of de voor- en nadelen. Maar ik leg eigenlijk nooit uit hoe je nou eigenlijk moet schaven. Ja, maar misschien wel een idee om dat toch eens te laten zien. Want je kan vanuit dat standpunt kan je weer nieuwe informatie geven voor, ja, voor een aantal mensen. Ik heb een timmertip die gaat over hoe zitten schaven in elkaar. Maar als je nou gaat schaven, hoe maak je dan een keuze? Dat bijvoorbeeld, heb je de eerste keuze, wil je elektrisch schaven of wil je met de hand schaven? Wat voor voordelen zitten daar bijvoorbeeld aan? Elektrisch schaven gaat natuurlijk veel sneller en als je een deur moet hangen en je moet die deur een halve centimeter afschaven, dan ga je dat niet met de hand doen. Tenminste, dat heb ik achter me gelaten toen ik eenmaal ontdekte dat het hele moeilijke houtsoorten waren. Dat is dus Maranti, die kan heel makkelijk schaven, maar het kan ook heel moeilijk zijn. Die kan alle kanten uit warrig zijn en zo. En dan is handschaven en een halve centimeter, wordt dan een hele opgave. Dus dan grijp je naar een elektrische schaaf. En ik heb hier zo een kist waar drie dingen in zitten, drie schaven. Dat is mijn elektrische schaaf. En een stofzakje erbij. Met een geleider erbij eventueel. Niet dat ik dat heel vaak gebruik, maar dan kan je ook nog sporningen bijschaven. Want die staat op karwei en je kan niet even naar je werkplaats. Dus ja, voor het geval dat het sporning te ondiep is of er moet wat gebeuren. Maar die andere twee schaven, dat zijn mijn handschaven. En het gekke is dat die boorschaaf, een smalle sporningsschaaf, die gebruik ik eigenlijk het meest als handschaaf. Want waar ben ik mee bezig? Glas eruit halen, stukken stijl te repareren en die moet ik weer naar elkaar toeschaven dat die weer één geheel worden. En dat zijn sponningjes en nou, deze staat op één diepte ingesteld. Want dan kan ik snel een stukje van die sponning afschaven. Hij ziet er gebruikt uit. Ooit is op de rommelmarkt gekocht. Nou, dat kost niet zoveel. En eigenlijk zit hier wel de basis in, deze boorschaaf. Hoe je moet instellen. Wil je hem loskrijgen, kan je die spier losslaan. En of op de achterkant slaan met de hamer. Vaak zit daar nog een stalen knop, omdat dat hout natuurlijk kapot gaat als je daarop slaat. En dan geeft hij een schok en dan komt hij naar boven. En wat er. Ik heb hier nog een ouderwetse blokschaaf staan. Als je die wil losmaken. Kijk, dan komen we al gelijk op de dingen die erbij komen. Even dit opbergen. Dan sta ik hier in de rommel. Als ik dat niet doe, dan past het er net niet in. Keurig. En dan kan dit er ook zo in. En mijn kleine uit de buurt. Kijk, dan heb je die spier erin. Dat is het, en je hebt hier die stalen knop waar je lekker op kan slaan. En als je dat nou niet hebt, je wil die houten blokschaaf niet naar zijn gossimijnen slaan, dan kan je die spier heen en weer drukken. Je drukt hem zo en zo. En dan langzamerhand komt hij los. Kijk, daar heb ik hem.
En dan kan je die beitel eruit halen. Hij staat ook, hij is bot en hij is scheef geslepen en de keerbeitel zit niet goed. Als ik op een rommelmarkt zo'n blokschaaf koop of een stalen schaaf, dan zie ik dat die helemaal mishandeld is. Ik moet deze even wat opknappen. Ik zal het even wat dichterbij laten zien. Wat ik eigenlijk zie. Dus die keerbeitel die hierop zit. Die zit met een schroef vast. En die glijdt de krul als het ware. En die moeten, hebben ze mij ooit eens verteld, zal ik nooit vergeten, een luciferhoutje dikte moet er van de afstand van de bovenkant zijn. En als je goed kijkt, dan is dit ook uit de haak geslepen. En als ik nou met mijn nagel eroverheen ga, dan voel ik allerlei oneffenheden. Dus die heeft op zijn donder gehad. Deze is aan de kanten een beetje afgerond. Nou, dat is omdat je dan geen strepen maakt. Maar als je niet te diep schaaft in één keer, dan ja, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Maar er zijn mensen die zweren daarbij. Dus die schroef los en dan kan de keerbeitel eraf en dan kan je hem slijpen. En dan komen we op een ander hoofdstuk. Hoe krijg je hem goed scherp? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar als je hem nou, en die krullen die blijven natuurlijk onderin zitten, en ik vind, en dan zet je hem met de keerbeitel natuurlijk naar boven, zet hem maar hoog en sla de spier erin. Niet te hard, klein beetje vastklemmen en dan kijk je er overheen en dan gaan we de diepte in. Ik zie nog steeds helemaal niks. Ja, nou komt ie. Dan geef ik nog een klein klapje op die spie, want nu gaan we serieus werken. En ik zie dat deze punt er verder in staat, dus als ik hier sla, dan sla ik hem er zo om. En dan, hij is ook scheef geslepen, dus nou zit hij er waarschijnlijk te grof in. Dan wil ik hem terug hebben. Kijk, nou gaat hij gelijk weer een klapje op de spie. En dan krijgt hij hem ook een duwtje naar voren, dus. En nu zie ik hem. Het is een beetje voelen tussen de strakheid van de spie en naar beneden slaan. Dus op het laatst ga je natuurlijk iedere keer een beetje vaster slaan. En nou zie ik hem nou net onder de zool uitsteken. Nou, ik zou hiermee beginnen. Hij zit recht. Nou is hij natuurlijk wel zo bot als een koe. Maar ik zal eens kijken wat hij doet. Mijn breekbank staat op wieltjes. Dus die kan heen en weer. Oh, hij staat nu op de grond. Links en rechts. Hoort de klap. Nou staat hij als een huis. En nou, om voor de camera te staan, ga ik eigenlijk verkeerd staan. Maar ik ga even kijken of hij het. Nou, hij schaaft nog ook. Dan heb ik hem goed afgesteld. Maar nu komen we op de houding hoe je moet schaven. Als je rechts bent, dan heb je hem in je rechterhand en dan duw je rechts. Maar dan ga je met je heup, je rechterheup, naar het werkstuk staan. Hier zo bijvoorbeeld. En met je linkerbeen iets naar voren, want je gaat duwen naar voren. Dus dan moet je kunnen, die klap moet je kunnen opvangen. Dus je gaat uit elkaar staan. Kijk of ik dat anders kan laten zien.
Je ziet dus dat je eigenlijk zo'n soort stabiele gevechtshouding moet aannemen. Zo'n Socratenhouding. En dan kan je duwen. En de hoogte van je werkstuk is natuurlijk ook belangrijk. Ben je langer als ik heb een lengte van 1,70 meter en mijn werkbank is net zo hoog als een workmate, dat heb ik gemaakt. In verband met grotere stukken kan ik mijn workmate erbij zetten en dat is ongeveer zo'n 77 centimeter. Maar ben je lang, een stuk langer, en dat komt tegenwoordig veel meer voor dan mijn lengte, dan sta je gebukt te schaven. Moest je even voelen. Dan moest je je werkstuk dus een stukje hoger zetten om vanuit deze ellebooghoogte te kunnen schaven. Een klein beetje lager kan natuurlijk wel, maar als je heel veel moet schaven, je moet kracht zetten, dan krijg je het in je rug, vooral als je dat niet gewend bent. Dan gebruik je spieren die je nooit gebruikt. Als je altijd op kantoor zit, dan ga je spieren gebruiken. Ja. Of je moet dan aan karate doen, dan gebruik je die spieren misschien. Nou heb ik 3 keer over dat ding geschaafd en nou zitten gelijk die krullen daar. Dus hij zit nog niet vol, maar dat raakt vol. En nou is deze, dat mondje is heel klein. Dat vinden ze blijkbaar prettig. Nou, ik snap daar niks van hoor, maar ik zie het voordeel niet. Dus ik zou hier dat mondje groter maken. Dat vind ik, dan kunnen die krullen makkelijker weg. De meeste blokschaven die zijn ook wat groter, die mondjes. Of in ieder geval hier van boven schuinen. En omdat het hout is, kan je natuurlijk wel dit weghakken. Of wegzagen met een multizaag. Volgens mij is deze nog steeds in de handel. En als je dan overgaat op de stalen schaaf, dit is een dure van Veritas. En dan heb je meestal de Stanley. En die bijtel staat ongeveer op 45 graden. Zoals deze. Die is ook in een stalen uitvoering in deze schuinte. Maar lekkerder schaaft een low angle schaaf. Dus die bijtel laag heeft. En, maar ja, daar kom je gauw in schaven van boven de €200. En dat moet je er wel voor over hebben. En die zijn natuurlijk makkelijker instelbaar met wieltjes. En die kan je recht zetten en precies instellen. Die mond van die schaaf kan je ook instellen. Die zet ik zo groot mogelijk open. En dat wil wel eens terugschieten. Dus die zet ik dan heel erg vast. Dat die niet meer van zijn plaats kan. Er zit hier nog een wieltje. Dat is zeker op zijn plaats te houden. Er zitten allerlei luxe dingen aan zo'n dure schaaf. En deze is vrij zwaar. Dus de keuze die ik gemaakt heb is een kleinere blokschaaf. Deze knop en dat handvatten zat er niet aan, dus dat was alleen maar de kleintje. En dat heb ik er later, daar kan je de extra bij kopen. Maar die is net zo duur als zo'n grote hoor. Maar die schaaft ook wel heel erg lekker. En als die eenmaal ingesteld staat, en hij is makkelijker die krul weg te halen dan die. Ja, dan krijg je hele mooie krullen van. En als je denkt, ik wil nog ietsje terug, dan heb je een wieltje. En dan zet je weer vast. En de precieze instelling, dan begin je met een plat vlak. En er zijn wel van die voorlichtingsfilmpjes van Veritas van. Die zijn heel instructief, dus daar zou ik even naar kijken. Dat ga ik hier niet nog een keertje dunnetjes over doen. Dus dan moet je me even op zoek. Ik vind de belangrijkste ding over schaven is je houding. Hoe je erbij gaat staan. En
Dat voorkomt spierklachten en geforceerde toestanden. En als je heel veel moet schaven, ja, dan moet je gaan denken aan een elektrische schaaf of schuurmachine en een cirkelzaag. En dan kan je op die manier ook. Maar dit is eigenlijk. Maar het grote voordeel van een goede scherpe schaaf is dat als je heel mooi wil schilderen. Als ik dit nou voel, dit houtje, wat ik nou net met deze schaaf overheen gegaan ben. Nou, dat voelt als glas, zo glad. Als een oppervlakte van glas. Als je hier mee gaat verven, heb je een basis. Dat is natuurlijk fantastisch.